vanavond rechtstreeks in uw huiskamers. De jongens met de gouden handjes. De mannen van de onnavolgbare sprongtechnieken. De veelzijdigste stuntelaars van Hilversum. Daar komt hij dan. De Bron en Ruis Show. Goedenavond, Tom Brom en Jan Ruis. Dit keer vanavond serieus. Zeer serieus. En de reden daarvan is dat we een primeur hebben. Ja. Jan, vertel je even onze primeur. Nou, we hebben na veel moeite twee mensen weten op te sporen die een revolutionaire nieuwe box hebben uitgevonden. Een speakerbox. Dus je even voorstellen? Ja. Jan? Ik ben Jan. En ik ben Peter. Goed. Jullie hebben een nieuwe box uitgevonden. Wat is er nou beter aan dan de gewone vierkante kast? Nou, als je een vierkante kast hebt, dat betekent dat die kast die kan in resonantie komen. En als trilling. Trilling, dat die erg gaat trillen. Zelfs zo erg gaat trillen dat die box misschien wel van de tafel afblazen als die gaat trillen. Hij gaat een beetje dansen. Hij gaat gewoon dansen op de duur, dat is zeer overdreven gezegd. Maar zo ja, in een bepaalde trilling. Door een bepaalde trilling, bij een bepaalde frequentie. Mm-hmm. Peter, kun je uitleggen hoe die eruit ziet? Het lijkt erg op een piramide. Ja. Het enige wat eraan ontbreekt is de punt. En die heb je eraf gehaald, waarom? Nou, dat kan niet anders, want met hout kun je dat nooit in een hele mooie top krijgen. Dat is om zoiets te maken, dat gaat gewoon niet. En aan alle vlakken verlopen, de voorkant die verloopt van breed naar smal, de zijkant verloopt van breed naar smal. En dat geldt gewoon voor alle vlakken die aan het ding zitten. Mm-hmm. En het bijzondere daarvan is dat die zijkanten, die kunnen niet zo makkelijk als gewoon een rechthoekige plank in trilling komen. Want dus je bent van die resonantiefrequenties af? Ja, op elke hoogte is die plank anders van afmeting. Dus kan die op elke hoogte kan die op een andere manier trillen. Het is dus nooit zo dat die op meer plaatsen op dezelfde manier kan trillen. Hij heeft dus eigenlijk net zoveel voorkeursfrequenties, resonantiefrequenties. Als dat ding hoog is, het zijn er oneindig veel. En daarom, ja. Als ik dat nou even vertaal, gewoon, dan betekent dat hij alle mogelijkheden heeft. Nou, nee, ik begrijp, een vierkante kast heeft één voorkeursfrequentie. Ja. En ja. Deze kast die heeft oneindig veel voorkeursfrequenties. Zoveel dat dus ze... Dus geen. Ja, precies. Zo moet je het zeggen. Zo is het prima. Nou, een vierkante kast heeft meerdere voorkeursfrequenties. Ja. Hè? Maar en deze geen. Nooit één. En deze geen. Ja. Dus hij voegt niets toe aan de muziek. Daar gaat het eigenlijk om. Ja. De muziek blijft zo mooi als die klinkt. Als je het erin stopt, ja. Is dat ding gewoon te maken door iedereen? Als je geen tweelingshanden hebt, dan lukt dat erg goed. Ja. Je moet inderdaad behoorlijk met hout kunnen werken, hoor. Om zoiets te kunnen maken. Kunnen mensen dat ding al kopen? Hij wordt over een maand of twee waarschijnlijk in handen gebracht, ja. Wat gaat die kosten dan? Nou, moet je toch wel rekenen op 600-700 gulden. Dan kan zo je wel in zeggen, de winkel. Dat is ontzettend veel. Zo in de winkel, ja. Maar dat is, dat als je eens een keer een winkel binnenstapt... Geld. Als je nou eens een keer een winkel binnenstapt en je ziet wat er allemaal staat... Ja. Dan is dat voor wat zo'n ding kan niet zo'n gek bedrag, hoor. Nee. Het is volgens jullie echt de beste box die er ter wereld gemaakt gaat worden? Nou, in deze afmeting in ieder geval wel. Kijk, iemand die graag vist, die koopt ook graag een goede hengel. En iemand die graag goede muziek hoort, die wil er ook een goede box bij hebben. Ja. Ja. Komt die ook in bijvoorbeeld een bouwpakket op de markt? Voor mensen die toch niet dat geld op kunnen brengen? Dat zou wel kunnen, maar dat is dan in een later stadium. Hè? Ja, dat is nog even wachten. Ja, daar kunnen we op dit moment niks over zeggen eigenlijk. Van wie is het oorspronkelijke idee eigenlijk? Van Peter. Jij bent op een gegeven moment door gaan denken van die resonantiefrequenties waar we net over gehad hadden. Zo heet die dingen toch, ja. Resonantiefrequenties. Dat moet afgelopen zijn, dat gedonder. Piramide. Ja. Piramidevormig in elk geval. Piramidevormig, ja. Want er ligt dus een bepaald principe aan ten grondslag. En dat is het gulden snede principe. Dat bepaalt de verhoudingen van het ding. En daardoor krijgt hij zo'n scheve vorm. Kun je iets vertellen over die gulden snede? Nou, dat is erg moeilijk. Bovendien is dat natuurlijk een beetje geheim. Want als ik dat nu hier allemaal ga uitleggen, dan... Geheim. Oh. Maar ik kan me herinneren van heel vroege wiskunde, daar kwam dat in voor. Ja. Ik moet toch die boekjes weer terugbladen, want ik ben dol op geheimen. Wat nog ontbreekt natuurlijk, is de demonstratie. Daar hebben we lang over gepraat, lang over gedacht ook. Want
je kunt het wel demonstreren, maar thuis komt het natuurlijk nooit uit. Thuis, iedereen heeft... Ik vind het toch leuk om het te doen. Iedereen heeft vierkante boksen, ja. Dus een echt vergelijk krijg je nooit. Maar we laten nu... Afgezien nog maar even, er zijn een heleboel mensen die hebben een koptelefoon. Dan schakelen die luidspreker natuurlijk uit. Ja. Dus als de nu mensen nou even de koptelefoon opzetten... Ja, dan wachten we... Nou, hoeveel seconden hebben we nog? Nou, we moeten opschieten. We zitten al ruim aan de tijd. Schiet nog op met die koptelefoon. Koptelefoon. Zet het ding erin. Ja? Ik zal even de microfoon goed hangen. Goed, dan praat ik nog even de tijd vol. Of niet? Nee. Nee. Zet hem maar gewoon aan. Koptelefoons moeten er nu zijn. Ja. Ik zet nu even... Demonstratie. Klassiek. Dan gaan we nu nog wat bedrijfsgeheimen maar bespreken.